Hier staat hij, de derde generatie Dacia Duster. Belooft nog meer comfort, nog meer geriefelijkheid, maar aan dezelfde schappelijke prijzen. En dit zijn de vijf andere dingen die je moet weten over deze Dacia Duster. Dit hier allemaal, die zwarte plastics, dat is Starkle. En nee, dat is geen nieuwe Avenger, dat is het nieuwe soort plastic dat Dacia zegt te hebben uitgevonden. In die plastics zou 20% gerecycleerd polypropeen zitten. Zal wel zijn. Het belangrijkste wat je moet onthouden is dat dit niet gelakt wordt, dat dit één unikleur is en dat als je krassen of schrammen opmaakt, dat die zich minder laten zien. Stel dat je geïnteresseerd zou zijn in de Duster, het loont misschien de moeite om onmiddellijk door te gaan naar het tweede uitrustingsniveau, de Expression, want dan krijg je de nieuwe 10,1 duim grote aanraakscherm bij, evenals de digitale tellerpartij. Dat scherm komt sowieso standaard met een draadloos geconnecteerde Android Auto of Apple CarPlay, dus dan ben je eigenlijk gesteld. Nog leuk in deze nieuwe Duster is het U-clip systeem. Dan krijg je zo van die handige accessoires die je dan op je dashboard of hier aan de zijkant hebt, makkelijk kan vastklikken. Stel nu dat je zegt van oké, goed, we gaan all the way, alle luxe. Weet dan dat je op dat scherm ook ingebouwde navigatie kan krijgen. Dat is het MediaNav Live systeem. En dat je, als je dat systeem bijbestelt, dat je dan onmiddellijk ook het Arkamis geluidssysteem bijkrijgt met zijn 6 geluidssprekers. Jawel, de volle 6. Voilà, kom eens terug. Ik was nog iets vergeten. Zie je die Y-vormige leuke accentjes hier in de ventilatorroosters en daar op de deurpanelen? Die vind je buiten ook terug in de voor- en achterlichten en in de velgen. De Duster staat op het CMF-B-platform van de Renault Groep. Dat is onder andere dezelfde chassis of dezelfde onderbouw die ook de Renault Captur en de Renault Arkana gebruiken. Wat is daar het voordeel van? Dat is dat, specifiek dan voor de Duster, dat je binnen dezelfde afmetingen, want de Duster is niet langer geworden, de derde generatie, dat je veel meer binnenruimte krijgt. Waaraan zou je dat moeten voelen? Aan je schouders, die je iets breder kan laten hangen, en aan de benen achterin. Daar is sowieso meer ruimte. Ook gegroeid is het koffervolume, dat is nu 517 liter. Bovendien is die kofferopening niet alleen breder geworden, de laadrempel is verlaagd. Dus je kan dat volume ook nog eens makkelijker hanteren. Onder de kap, vooral bekend nieuws. Het is te zeggen, aftrappen doet de Duster met de EcoG. Dat is die 1 liter turbo die je zowel op benzine als op LPG kan laten draaien. Dat is de basismotor. Hier in onze testwagen van vandaag steekt de TCE 130. Dat is een 1,2 liter turbo met 130 pk. Dat is een milde hybride. En dan heb je tot slot nog de full hybrid, de zelfopladende hybride. En dat is de hybrid 140. Wil je een 4x4, dan moet je sowieso bij de benzine zijn. Moet je een automaat hebben, dan is de hybrid 140. Ja, zoals je dat van een Dacia Duster mag verwachten. Hè. Vooral comfortabel. Sportief zou ik hem niet noemen. Het is wel dynamischer geworden. Dacia heeft daar ook aan gewerkt. Ze steken andere stabilisatorstangen onder het chassis, waardoor hij wat stijver is. Maar goed, topsporter zal het nooit worden. Wat wel opvalt, is dat hij stiller is geworden. Er zit waarschijnlijk wat meer isolatie in. Ik heb ze nog niet gevonden, maar het zal wel zo zijn. Want hij is 2 decibel, gemiddeld gezien, 2 decibel stiller dan voorheen. En dat maakt echt wel een serieus verschil. En voor zij die de 4x4 zouden willen, belangrijk om weten, de Duster doet het voortaan met 5 modi in plaats van 3, waarbij dat, als je echt het terrein in wil, die offroad functie een beetje de 4x4 lok van de vorige vervangt. Wil je nu echt alles weten over de Dacia Duster? Check dan autorits.be. Tot de volgende!